We zijn hier ook op een bijzondere plek, het oud gemeentehuis van Ruinen. Wat hebben jullie daarmee gedaan? Wat is jullie rol als Bork daarin geweest? Bork is een familiebedrijf. Het wordt gehouden door twee broers. En die hebben samen met een Ruinen ondernemer het hele gemeentehuis gekocht en herontwikkeld. Ja, en dan moet je natuurlijk ook gebruik maken van de kwaliteiten en van de DNA van je bedrijf. En ze hebben het helemaal gerenoveerd met zoveel mogelijk gebruikmaking van circulair geoogst bouwmateriaal. Ja, dat past natuurlijk niet altijd op voorhand in het gebouw zelf. Dus ja, je maakt het gebouw eigenlijk pas aan het materiaal wat je wilt gaan hergebruiken.